De Sabbath teaching van vandaag gaat over wat leert de Bijbel over de TAS, over de transatlantische slavernij. En ik denk dat zeker met nog 2 weken te gaan is het heel belangrijk om te kijken van hoe zit de transatlantische slavernij, wat heeft de transatlantische slavernij met de Bijbel te maken? Of überhaupt met de Bijbel te maken. En daar gaan we vandaag op inzoomen. En ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval de revival die we nu zien, de nieuwe interesse voor de herdenking van de transatlantische slavernij, om dat in een, laten we zeggen, in een ander perspectief te zetten. En het perspectief dat we vandaag gaan schetsen heeft te maken met hoe zit het met ons als nazaten van de transatlantische slavernij. Wat heeft dat te maken met de Bijbel? Wij zijn Hebrew Israelites, dat beweren wij. En als het zo zou zijn dat God inderdaad ons volk is, dat wij het volk van God zijn, dan zou je zeggen, dan zou er ook in die Bijbel herkenbaar moeten zijn dat wij de mensen zijn die God uitverkoren heeft als zijn speciaal volk. En als je wil weten van oké, wat zegt God, dan gaan we niet hele verhalen, we gaan de Bijbel erbij halen. En dat is de reden waarom ik het in een PowerPoint presentatie heb gezet, zodat ik ook de teksten die daarbij een rol spelen ook kan tonen aan jullie. De eerste tekst die ik gebruik is Deuteronomium 4 vers 8. En die zegt: en welk groot volk is er dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaardig als heel deze wet? Ik moet even mijn dingen opschrijven, anders kan ik het niet lezen. Die ik u heden voorleg. Alleen neem u ervoor in acht en hoed u er terdege voor dat gij de dingen die gij met eigen ogen gezien hebt niet vergeet. En zij niet uit uw hart werken zolang gij leeft. Maak ze aan uw kinderen en kindskinderen bekend. Wat belangrijk is in deze tekst is dus dat, als wij kijken, we hebben nou een soort verlengde ogen. In de zin dat we heel veel beelden kunnen zien over wat er daadwerkelijk gebeurd is. En heel veel van ons, ik heb het vroeger ook gehad, vonden het ontzettend moeilijk om naar slavernijfilms te kijken, omdat je zo machteloos voelde. En met name het christendom leert ons dat, ja, dat ding is allang voorbij, vergeet het maar, denk het niet meer aan. Mijn ouders hebben nooit expliciet met mij gesproken over wat zij weten of wat zij ervaren hebben van de transatlantische slavernij. En dat is eigenlijk een gemiste kans. En de Bijbel zegt hiervan: luister, vergeet die dingen niet. Het is belangrijk. Neem u ervoor in acht en hoed u er terdege voor dat gij dingen die gij met eigen ogen hebt gezien niet vergeet. En zij niet uit uw hart wijken zolang gij leeft. En maak het aan je kinderen en je kindskinderen bekend. Het idee van slavernij is al lang voorbij. We moeten het vergeten. Het komt niet tevoren in de Bijbel. Een andere tekst die in dit verband heel erg belangrijk is Joshua 1 vers 8. En die zegt: dit wetboek, de Bijbel, dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeint ze dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Heel duidelijk is dus dat de Bijbel is niet een boek wat je even open doet en denkt van eitje zondag, laten we even hoofdstuk lezen. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeinzen dag en nacht. En dag en nacht wil zeggen van alles wat je doet, alles wat voor jou belangrijk is, kijk hoe je die Bijbel daarin kunt begrijpen. Kijk wat de Bijbel jou daarin leert. En daaraan gekoppeld hebben we Romeinen 15 vers 4. En die zegt: Al wat van tevoren geschreven is, werd tot onderricht geschreven.
werd ons tot onderricht geschreven, opdat wij in de weg der verhouding en van de vertroosting der geschriften de hoop zouden vasthouden. Oude Testament is een term die eigenlijk geen recht doet aan dat deel van de Bijbel wat wij Oude Testament noemen. Maar dat maakt niet uit, want de Bijbel instrueert ons. Alles wat van tevoren geschreven is, is dus geschreven opdat wij de weg der volharding. Dus er is iets wat ons gaat willen doen afwijken van die weg. En van de vertroosting der schriften. Er staat ook iets in wat ons troost gaat geven, dat we daarop, op basis daarvan, de hoop vasthouden. Dus als de transatlantische slavernij iets met ons te maken heeft, iets met de tas te maken heeft, dan zouden we daarin iets moeten vinden om ons te helpen. En het is belangrijk dat we gaan begrijpen dat de manier waarop wij, toen wij christen waren, althans ik spreek voor mezelf, toen ik christen was, heb ik allerlei dingen geleerd en daaraan vastgehouden. En ik heb ook geleerd van ja, maar dat was toen en God is veranderd. En ja, we vieren kerst en we vieren Goede Vrijdag en we vieren Pasen. En we doen het om God groot te maken. Maar wat zegt de Bijbel zelf over de dingen die we verzonnen hebben? De Bijbel zegt, God zegt, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Dus om iets te gaan bedenken en zeggen van ja, ik doe het voor God. Als God je dat niet heeft geïnstrueerd, asan de roko, is onzin. In Jesaja 45 vers 23 lezen we, want ik heb gezworen, dat is God hè. Ik heb gezworen bij mijzelf, waarheid is mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen. Dat voor mij elke knie zich zal buigen en dat bij mij elke tong zal zweren. God heeft gezworen dat zijn woord niet herroepen zal worden. En toch leren wij, ja, God is veranderd. Vroeger, maar nu, dat klopt niet. Dat is een leugen. God is niet veranderd. Hij is gisteren, heden en morgen precies hetzelfde. Dus we moeten gaan nadenken over de manier waarop we onze relatie met God, waarin we dat vormgeven, hoe we daarmee omgaan, hoe we dat bestendigen. Want we hebben heel veel dingen geleerd die niet in de Bijbel staan. En dat maakt ons eigenlijk slachtoffer van ons, hoe moet ik het eigenlijk zeggen, dat maakt ons slachtoffer van onszelf. Omdat niet alleen hebben wij het niet geleerd, we hebben allerlei dingen geleerd die niet in de Bijbel staan. En we verdedigen dat met alles wat we hebben. En dat is dus een heel groot probleem. Malachi 3 zegt, voorwaar ik de Heere ben niet veranderd en geen kinderen van Jacob zijn niet verteerd. Dus God is niet veranderd en er zijn mensen die de kinderen van Jacob worden genoemd en die zijn er nog. Het is belangrijk om te kijken om wie gaat het hier. En deze teksten gebruik ik als intro om te begrijpen dat als wij willen weten wat God met de wereld voor heeft, wat Gods plannen zijn, dat we in zijn woord moeten kijken van wat staat er. En niet allerlei dingen gaan verzinnen en dat manifest maken. U ziet hier dat ik, zeker in het begin heb ik twee schermen. Ik heb het in het Nederlands en ik heb het in Engels, in de King James. En dat doe ik omdat, we zullen een paar voorbeelden van zien. De Nederlandse vertalingen vind ik zelf totaal ongeschikt om de Bijbel te bestuderen. Maar we zullen dadelijk wat voorbeelden daarvan zien. Het eerste was dat Jeremia 30 vers 16. Daarom zullen allen die u verslinden, verslonden worden. Al uw vijanden tezamen in gevangenschap gaan. Uw plunderaars ter plundering worden. En ik zal al uw berovers ter roof geven. Dus hier zien we alle indicatie dat God zegt van luister, er zijn mensen die andere mensen iets hebben aangedaan en die mensen zullen ervoor moeten. Dat zegt dit vers. En de vraag is natuurlijk, wie heeft wie wat aangedaan en wie zal waarvoor moeten? Als we lezen Openbaring 13 vers 10, het laatste boek,
Indien iemand, ik ga de Engelse versie lezen. He that leadeth into captivity shall go into captivity. En het belangrijkste verschil met de Nederlandse versie is, de Nederlandse versie zegt, indien iemand eigenschap ontvangs voert. En de Engelse versie zegt, indien iemand in gevangenschap heeft gevoerd. Dus mensen hebben anderen in gevangenschap, captivity, slavernij gebracht. Die zullen in slavernij gebracht worden. En mensen hebben anderen vermoord met een zwaard. Die moeten vermoord worden met een zwaard. Hier is de patient and the faint of the saints. En als we kijken naar Psalm 47 vers 18, dan zien we dat de saints is een andere naam voor de Israëlieten. Dus je ziet hier al een link waarbij iets wordt gezegd over mensen die anderen in slavernij gebracht hebben. En dat die in slavernij gebracht zullen worden. En ook dat ze gestraft zullen worden. He that killed with the sword must be killed with the sword. Ze zullen gestraft worden voor wat ze hebben gedaan. En wij die Hebrew Israelites zijn, als we het over de slavernij hebben, dan is het eerste wat andere volken zeggen, ja, maar dat heb ik niet gedaan. Dat zijn mijn voorouders. Ik heb er helemaal niks mee te maken. Ik ben niet zo. Maar ook daar heeft de Bijbel een reactie op. De Bijbel zegt, prepare slaughter. Bereid, maak voor zijn kinderen, bereid ze voor, vanwege datgene wat hun voorvaderen gedaan hebben. Je kunt dus niet zeggen van, ja, slavernij was verschrikkelijk, maar ik was het niet. De essentie van de slavernij is dat tijdens die slavernij zijn er fundamenten gebouwd waarop sommige volken nog een voorsprong hebben en andere volken een ondersprong hebben. Die zitten gevangen in wat is overgebleven van de tijd toen ze in slavernij waren. En zij kunnen zeggen, ik heb niks gedaan. Dat zijn mijn voorouders. Maar de Bijbel zegt van, luister, wat jij gedaan hebt, je profiteert nu van wat je voorouders gedaan hebt. Dus je paya paima. Dat zegt de Bijbel. En als we dat een stap verder nemen, dan lezen we in Jesaja 14, wat dus een profetisch hoofdstuk is, dat we zeggen, iets wat nog moet gaan gebeuren. Daar lezen wij. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen. En nog zal hij Israël verkiezen. En ze op hun eigen bodem doen wonen. Jacob is een andere naam voor de 12 stammen van Israël. Dan zal de vreemdeling, dat zullen andere mensen, niet Israëlieten, dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jacob. Als we kijken naar de King James vertaling, daar staat het, and the strangers shall join with them and they shall cleave to the house of Jacob. Het is niet dat ze gaan aansluiten door plak, lekupari, ze gaan komen en ze gaan zeggen van, Miguel, kan ik met jou mee? Neem me mee nog één, jip. Dat wil zeggen, cleave. Het is niet dat ze komen van, ik ga met jou mee. Nee, wij zijn de leider en zij vragen van, hey, kan ik met jou mee? Kan ik met jou mee? Vers 2. En de volken, de Israëlieten, en de volken zullen het met zich meenemen en naar zijn eigen plaats brengen. Ze kunnen dus niet zeggen van, ah, ik kom met je mee en ik ga daar. Nee, wij zeggen, ah, jij mag komen, jij gaat daar. Jij mag komen, jij gaat. Ze kunnen niet vrijelijk beslissen waar ze naartoe gaan. En waarom? Ik lees nog vers 2. En de volken zullen het met zich meenemen en naar zijn eigen plaats brengen. En het huis Israël zal ze als erfelijk bezit verkrijgen op grond des Heren tot slaven en tot slavinnen. Zo zullen zij degenen die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen over hun drijvers. Hier zien we dus al een directe relatie met iets wat ons overkomen is. De Bijbel zegt hier dat Israël, God gaat ervoor zorgen dat Israël, de mensen die ze in gevangenschap hebben gebracht, zoals we net gelezen hebben, in gevangenschap gaat nemen. En wij zullen het niet zelf doen. Daarom staat er,
op grond des Heren. De Heren gaat ervoor zorgen dat dat gebeurt. En de volken zullen het met zich meenemen en naar zijn eigen plaats brengen. En het huis Israëls zal ze als erfelijk bezit bekrijgen op grond des Heren, tot slaven en tot slavinnen. En dit is heel belangrijk. Zo zullen zij degenen die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen over hun drijvers. En het zal geschieden ten dagen wanneer de Heer u rust geeft van uw smart en van uw onrust en van de harde dienst die men u heeft laten verrichten. We proeven al heel veel elementen die te maken hebben met de transatlantische slavernij. Maar hoe kunnen wij nou weten dat dit om ons gaat? Als er in die Bijbel dus elementen zouden moeten staan die wij kennen van onze geschiedenis, die wij kennen van het perspectief waarin wij geworden zijn, waarin we nu zijn, dan kunnen we met iedereen die discussie aan over wie heeft de Bijbel het nou. Laten we gaan kijken als we iets kunnen vinden. Velen van jullie zullen de film Roots gekend hebben, waarin er een fragment was met een slaaf en die heette Kunta Kinte, maar die slavendrijver vond dat hij Toby moest heten. En die heeft hem half dood geslagen omdat die slaaf weigerde om de naam Toby te kiezen. En dan kijk je naar die film en dan denk je van, maar waarom moet die man een andere naam hebben? Het is toch goed zo? En pas later kom je erachter dat er iets bestaat als Jesaja 65 vers 15. En gij zult uw naam, die onderdrukkers, gij zult uw naam tot een vloekwoord achterlaten voor mijn uitverkorenen. En de Heere zal u doden, maar zijn knechten zal hij met een andere naam noemen. Hoe kunnen we dat zien in het perspectief van de transatlantische slavernij? Ik ben een voetballiefhebber, ik hou van sport. Als ik dadelijk komt de WK, als je naar voetballen kijkt en je ziet een zwarte, dan weet je aan zijn naam welk land hij slaaf was. Waarom? Onze mensen die in Frankrijk in slaaf waren, die hebben Franse namen. Onze mensen die Engeland slaaf waren, hebben Engelse namen. Onze mensen die Nederlandse slaaf waren, hebben Nederlandse namen. Overal waar de transatlantische slavernij is, hebben deze mensen hun naam op ons gezet. Wij konden niet zelf kiezen voor een naam. Zij bepaalden eigenlijk de naam. En de Bijbel zegt, die mensen zouden hun naam als een vloekwoord voor ons achterlaten. En er is niet één volk op de wereld die in slavernij is gegaan en zijn naam moest afstaan. Dat is typisch ons. Dat is ons gebeurd. En wat we ook zien is dat we hebben allerlei soorten namen gehad. We hebben bijvoorbeeld in Suriname hebben we namen als Madresma. Weinig mensen weten dat Madresma Amsterdam omgekeerd is. Wijntuin was gewoon Tuinwijn. Tuinfort was gewoon Fortuin, et cetera, et cetera, et cetera. Duidelijk is dat al die nazaten van de transatlantische slavernij, ongeacht in welk land we waren, hebben we precies hetzelfde gehad. We hebben allemaal onze naam moeten inleveren. En die onderdrukkers die hebben een naam op ons geplakt. En alleen die naam mochten we gebruiken. Wat gaat verder? In Jeremia 17 vers 4 lezen we. En gij zult uw hand moeten losmaken van het erfdeel dat ik gegeven had. En ik zal uw vijanden doen dienen in een land dat gij niet kent, want gij hebt een vuur ontstoken in mijn toorn dat aldoor zal branden. Dus hier staat dat er mensen zijn die God een erfdeel gegeven had en dat die mensen zich niet aan zijn wet houden en God is boos geworden. En God heeft gezegd van luister, ik ga die mensen die voor mij zijn, mijn gekozen mensen, die ga ik mijn vijanden doen dienen. In een land dat gij niet kent. Ze gaan naar een vreemd land om daar hun vijanden te dienen. Ik bedoel, je hoeft niet heel... Als je het over de transatlantische slavernij hebt, dan kun je precies zien al die landen waar we geweest zijn. En niet als keus, maar omdat onze onderdrukkers ons daar naartoe gebracht hebben.
En als we het lezen in het Engels, dan praat men over thine heritage. Je heritage is niet alleen het land waar je vandaan komt. Het is je cultuur, het is je taal, het is je gebruiken, het is je gewoon, het is alles wat je maakt tot wat je bent nu. Dat is je heritage. In Nederland hebben we dat programma My Heritage. En dan zeggen ze van ja, met dit programma kun je zelf tot in de 1400 zien wie je voorouders zijn. Voor ons geldt dat niet. Want op het moment dat je gaat zoeken, kom je bij slavernij en dat is het einde. Waarom? Omdat die onderdrukkers hadden geen enkel belang om ervoor... Nee, laat het anders formuleren. Die onderdrukkers hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat we een relatie hadden met onze heritage. Ze hebben alles gedaan om ons daarvan te vervreemden. En wat hebben ze ons geleerd? Ze hebben ons geleerd dat Afrikanen hebben Afrikanen verkocht. Dus als je boos bent, moet je boos zijn op hun. Maar laten we even teruggaan. Het is heel belangrijk dat we gaan begrijpen. We hebben het net gehad over het erfdeel. Als we Deuteronomium 32 vers 8 lezen, daar staat er: toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen hij de mensenkinderen van elkander scheidde, heeft hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal zonen van Israël. Want des Heeren deel is zijn volk, Jacob het toegemeten erfdeel. Christendom leert ons, God is van iedereen en God houdt van iedereen en iedereen is gelijk. Dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt dat de Most High heeft de volken gescheiden. En uit die volken die hij gescheiden heeft, heeft hij één gekozen als zijn volk. En dat lezen we in Deuteronomium 7 vers 6, waar staat: want gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. U heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Als we dat lezen in de King James, staat er: above all people. God heeft niet iedereen gelijk gemaakt. Above all people. Wij zijn boven alle volken gezet. Ik hoor je al zeggen van ja hoor, is mooi, maar hoe komt het dan dat wij aan de onderkant van de maatschappij zitten? Als we hebben geleerd van Afrikanen hebben Afrikanen verkocht. En je hebt veel mensen die hangen de islam aan, of die hangen Kibbit aan, of pan-Afrikanisme. Ik laat nu een kaart zien met hoe groot Afrika is. Ik bedoel, die mensen zijn zelfs zo ver gegaan om Afrika kleiner te maken dan het in werkelijkheid is. Dit is een kaart om te laten zien hoe groot Afrika is. En dat zijn meer dan 65 landen. Er zijn meer dan 150 culturen in Afrika, maar er zijn mensen die zeggen: ik ben Afrikaan. En dan hebben ze dingen en dan zeggen ze: ja, het is mijn Afrikaanse cultuur, het is mijn Afrikaanse roots. Welke Afrikaanse roots spreek je over? Het gaat om gigantische lappen grond, grote verschillen tussen mensen en toch blijven ze dat volhouden. Maar goed, als we een stap terug doen en we kijken naar een kaart die gemaakt is in de periode van de transatlantische slavernij. Even terug. Je hebt hier, je ziet USA en China, dat stukje, dat is West-Afrika. En in West, dat is dus het hoekje wat we hier zien. En dan zien we een heel groot gebied daar en dat heet Negroland. En als we ons iets herinneren van de slavenfilms die we gezien hebben, dan staat er nooit African for sale. Was tot altijd Negro for sale. En de slavenschepen die gingen bij die blauwe lijn, dus bij onder Guinea aan de golf. En de vraag was van: maar hoe zit dat? We hebben nooit bij stilgestaan dat hoe komt het dat die witte mensen met een boot aankomen en dat het verhaal is van sommigen dat die Afrikanen geen keus hadden dan hun eigen mensen te verkopen. En als dat zo is, waarom is er een gebied dat Negroland heet? Nee, dat is het verhaal dat verteld wordt. En wat eigenlijk nog het meest
frappant is, dat is het verhaal wat voornamelijk door het christendom verteld is. En het christendom vertelt wel meer dingen die helemaal niet kloppen. We weten dat we in de tijd hebben we de overstroming gehad met Noah. En er bleven 8 mensen over. Noah en zijn 3 zonen en hun vrouwen. En voor de rest was iedereen werd opgeruimd en begonnen opnieuw. En dan lezen we in de Sondervan Bible Dictionary. De Sondervan Bible Dictionary is een dictionary van witte mensen, witte theologen, die van alles hebben onderzocht en op basis daarvan een dictionary, een woordenboek hebben uitgebracht waarin heel veel definities voorkomen. En een van die definities die daarover komt, dat gaat over hem, of Gaam in het Nederlands. En hem was de youngest son of Noah, born probably about 96 years before the flood. And one of the 8 persons to live through the flood. En nu komt het. He became the progenitor, dus de voorvader. He became the progenitor of the dark races, not the Negroes, but the Egyptians, the Ethiopians, the Libyans and the Canaanites. En dat is het verhaal wat je kunt lezen in Genesis 10, vers 6 tot 20. Dus het idee dat christendom ons geleerd heeft dat wij dat wij Hamieten zijn. En we hebben ons nooit afgevraagd van, maar dan hoe dan? Omdat we van de genetica weten dat 2 witte mensen kunnen nooit een zwart kind krijgen. Een gemengd koppel kan nooit een donker zwart kind krijgen. Als Hamieten zwart zijn, dan kan dat niet anders of Noah en zijn vrouw waren zwart. Maar als Noah en zijn vrouw zwart waren, dan waren ook Sem en Jafet waren zwart. Want er is in de Bijbel geen enkele indicatie dat de kinderen van Noah verschil hadden. Dat staat nergens. Maar dat hebben we ons nooit afgevraagd. We hebben dat geconsumeerd, wat het christendom ons geleerd heeft. Ik heb het net gehad over zoveel soorten excessen die zijn ontstaan. En een van de belangrijkste is natuurlijk het Pan-Afrikanisme. En het Pan-Afrikanisme, dat is een soort stroming die zegt dat wij Afrikanen zijn en we moeten terug naar onze Afrikaanse cultuur. Whatever that may be. En er zijn mensen die zitten kibbet en de kibbet is Egypte en die zijn kibbetologen en die zeggen van ja, dat is de lijn die we moeten volgen. En die hebben dus dit opgesteld. Als je kijkt naar de naam, dan zie je dat het de naam is van iemand die in die hoek zit. En hij laat zien dat in de Bijbel, iedere keer dat er iets moest gebeuren met de Israëlieten, gingen ze naar Afrika, gingen ze naar Ethiopië, gingen ze terug. Ze gingen nooit naar het noorden, naar Europa. Altijd in Bera-Afrika. En dat staat al, ik weet niet hoe lang in de Bijbel, maar we waren blind. We lazen het en we sloegen het niet op. En een van de belangrijkste opmerkingen die deze vent heeft, laat het even. Als we kijken onderaan, we weten dat in 70 na Christus moesten de Joden vluchten uit het land wat nou Israël is. Ik denk dat het belangrijk is om op te merken dat het land vroeger nooit Israël geheet heeft. Pas in 1948. Met de Verenigde Naties in hun rug is het land Israël geheten, maar het heeft nooit Israël geheten. En wat lezen we? Does that make any sense at all? Running from the Roman persecutors and going into the Roman Empire persecutors again. Het is belangrijk dat wij begrijpen dat tijdens het Romeinse Rijk in 70 na Christus kwamen die Romeinen en we moesten dus vluchten. Die Romeinen kwamen uit het noorden. Dus hoe kun je naar het noorden vluchten? We hebben daar nooit over gedaan, maar als je er even bij stilstaat, dan denk je, was dat niet klopt. Want die mensen komen om ons te vermoorden, maar we redden ze tegemoet om te gaan vluchten. Hoe dom kun je zijn? Een ander verhaal lezen we in het van een zwarte wetenschapper uit het boek van Babylon tot Timbuktu over diezelfde periode.
In the year 65 BC, the Roman armies under General Pompey captured Jerusalem. In 70 AD, General Vespasian and his son Titus put an end to the Jewish state with great slaughter. During the period of military governors of Palestine, many outrages and atrocities were committed against the residue of the people. During the period of Pompey to Julius, it had been estimated that over 1 million Jews fled into Africa, fleeing from Roman persecution and slavery. The slave markets were full of black Jewish slaves. Het enige probleem wat wij Hebrew Israelites met deze tekst hebben, is dat wij Jewish slaves, wij zijn geen Jewish, wij zijn Jews. En Jewish, dat zien wij als wish to be a Jew. En dat is een titel die die witte identiteitsdieven in Israël gebruiken om zichzelf aan te geven. Maar de geschiedenis zegt hiervan, de slave market was vol met zwarte Joden. En die zijn dus uit 70 AD, moesten ze vluchten, moesten ze weg. En dat heeft eigenlijk de ruimte gelaten voor andere geloven om onze Bijbel te stelen en hun eigen invulling aan te geven. Alleen we moeten begrijpen dat die hele invulling die gemaakt is, als je kijkt dat na 70 Christus hebben we de Rooms-Katholieke Kerk gehad. En de Rooms-Katholieke Kerk had als strategie dat ze misdeden in het Latijn. Niemand snapte daar een flikker van, dus ze konden vertellen wat ze willen. De Christelijke Kerk aan de andere kant, die heeft de Bijbel in de hand en die vertelt een heleboel onzin die niet in de Bijbel staat. En zo hebben ze onze mensen kunnen belazeren. Maar goed, laten we een beetje snel gaan. Ik lees Daniël 9:11 en die zegt... Even ruimte maken. Ja, geheel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons uitgestort met een eenbekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet van Mozes, de knecht Gods, wat wij hebben tegen hem gezondigd. Dus hier zegt, Daniël was een profeet, hier zegt Daniël van wat er gebeurt, wat er staat te gebeuren hier. Jullie hebben je niet gehouden aan die wet. En dat is duizenden jaren van tevoren is aangegeven van, luister nou, het is aan Mozes gezegd van, als ze zich niet aan mijn wet houden, ga ik ze straffen. En dat lezen we in Deuteronomium 28, waar in vers 1 tot en met 14 gaat over zegen. Dat we zeggen, als we ons wel aan de wet gehouden waren, dan zou de Deuteronomium 1 tot en met 14 zo manifest zijn. Maar we lezen in Daniël 9, we hebben ons niet aangehouden. Dus we komen niet in aanmerking voor die zegen nu, wij komen in aanmerking voor die vloek. En wat zegt die vloek? Maar indien gij niet luistert naar de stem de Heere uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen die ik u heden opleg, naastig onderhoud, dan zullen de volgende vervloekingen allen over u komen en u treffen. En als we dan lezen Deuteronomium 28 vers 16 tot en met vers 68, dat zijn er allemaal vloeken genoemd die ons daadwerkelijk hebben getroffen. En als we gaan kijken naar die vloeken, een van de mooiste vind ik zelf, en ik vind dat mooi, omdat die zorgt dat andere volken een probleem hebben om te zeggen, ja, het gaat over ons. Deuteronomium 48, vers 46 zegt, zij, dus die vloeken, zij zullen onder u tot een teken en een wonder zijn en onder uw nageslacht voor altoos. Voor altoos wil zeggen tot de wederkomst van Jezus. Dus als je nou naar die vloeken kijkt, dan moet je dus tot de dag van vandaag, moet je op basis van die vloeken, moet je kunnen zien wie de Bijbelse Israëlieten zijn. En ik zal een tipje van de sluier lichten. Er loopt al 5 jaar, als het niet langer is, een wereldwijde uitdaging aan die valse Joden om 1 tekst uit de Bijbel te geven waarmee ze heel claim dat zij de Bijbelse Israëlieten zijn kunnen hardmaken. Het lukt niet.
Maar het probleem is, het christendom en het judaïsme houden daaraan vast. En daarom praten wij vaak over het witte christendom. Op het moment dat het witte christendom zou moeten toegeven dat die nazaten van de slavernij de ware Bijbelse Israëlieten zijn, leggen ze een bom onder al hun leugens die zij verteld hebben. Want dan gaat ineens blijken van, ja, maar hoe zit dat dan? En waarom hebben jullie dat gedaan? Maar laten we even naar die vloeken kijken. Een van de vloeken was, moet nagaan, dit is dus duizenden jaren van tevoren. Uw lijken zullen tot voedsel dienen voor al het gevolgende des hemels en het gedierte der aarde zonder dat iemand die opschrikt. Ik hoef niet vertellen dat we gelinched zijn en dat we daar hingen en helemaal verrot waren en niks, niemand keek daar ons om. Een andere vloek is, uw zonen en dochters zullen aan een ander volk worden overgeleverd, terwijl gij met eigen ogen ziet en de hele dag naar hen zwacht, zonder iets te kunnen doen. Ik hoef niet lang na te denken om te weten dat iedereen weet dat dit met ons gebeurd is. Die witte barbaren konden komen, nemen onze kinderen, doen ermee wat ze willen, verkopen ze naar anderen en we konden daar helemaal niks tegen doen. Een volk, dat is een andere vloek, een volk dat gij niet kent, zal de vrucht van uw bodem eten en alles waarvoor gij gezocht hebt. Bij voortduring zult gij slechts verdrukt en vertrapt worden. Transatlantische slavernij ter voeten uit. Het is ook belangrijk, want vaak hoor ik zogenaamde christenen zeggen, ja, maar slavernij is van alle volken. Slavernij is inderdaad van alle volken. Maar de Verenigde Naties heeft in 2013, dacht ik, de decade tegen de misdaden tijdens de transatlantische slavernij uitgeroepen. Dat wil zeggen, 10 jaar zou er poging gedaan worden om de grootste misdaad van de mensheid op deze wereld, wat dus de misdaden tegen de transatlantische slavernij zijn, niet de Holocaust, niet de bom op Hiroshima, nee, de transatlantische slavernij is de grootste misdaad van de mensheid. En dan moet je bedenken dat bekend is dat die Europeanen die hebben meer dan 100 miljoen Indianen vermoord. En toch was de misdaad tijdens de transatlantische slavernij groter. En dan komt een zwarte christen mee vertellen van slavernij is van alle volken en van alle. We zijn ontzettend blind geweest en we hebben nooit geweten dat in die Bijbel die we allemaal zeggen te kennen, dat dit soort teksten daarin voorkomen. En dit noemen wij de dagger. Dit noemen wij het summen. Deuteronomium 28, vers 68 zegt, de Heere zal u op schepen daar terugbrengen. Sorry, de Heere zal u op schepen naar Egypte terugbrengen, langs de weg waarvan ik u gezegd had, gij zult die nooit weer zien. En gij zult daaraan uw vijanden, niet uw vrienden, niet uw homies, niet uw wat, aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden. Maar er zal geen koper zijn. Laten we het even analyseren. De Heer zal u op schepen naar Egypte terugbrengen. Als je wil weten wat God bedoelt, dan moet je kijken wat God zegt in zijn woord. De Hebreeuwse naam of de Aramese naam van Egypte in de Bijbel is Misraïm. Dus hoe komen we aan Egypte? Exodus 20 vers 2 geeft daar uitleg. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Diensthuis is een oude naam voor slavernij. Dus als we dat substitueren, dan staat er, de Heere zal u op schepen in slavernij terugbrengen. Waar waren wij in slavernij? In Egypte. Alleen we hebben er naartoe gelopen. Maar nu gaan we niet lopen. We gaan met schepen. En wat gaat er gebeuren? We zullen aan vijanden verkocht worden. Als slaven en als slavinnen. En er zal geen koper zijn. Laat me even teruggaan. Over die weg die we gaan, die we zouden gaan, en dat zijn allemaal vloeken die staan in Deuteronomium 28,
staat, hij zal een ijzeren juk om onze hart leggen. Is dat gebeurd? De Heer zal tegen u aanrukken een volk dat van verre komt, van het einde der aarde zoals een arend aanzweeft. Een volk waarvan gij de taal niet verstaat. Moet je je voorstellen, iemand is aan het chillen in de op het strand in Afrika en dan komt een zeilschip aan. Ideeëra zani. Azani, jugu jugu. Het komt zoals een arend. En dan komen er mensen af die Nederlands en Engels en Frans spreken. En, nou ja, vloek 29, een hardvochtig volk. Dus er kwamen mensen aan en de Bijbel noemt ze onze vijanden. En de Bijbel zegt, het is een hardvochtig volk. En veel mensen vallen hierover, maar er zal geen koper zijn. Dus het gaat niet om de transatlantische slavernij. We hebben aan het begin hebben we aangegeven van, luister, we moeten, dit is een wetboek. Hou je aan de wet. In die wet staat dat slaven, want slavernij is inderdaad voor alle volken, van iedereen. Maar in de wet staat dat je op verschillende manieren slaaf kan worden. En mijn payu, mijn normaal payu, zei ik van, hey, ik kom een paar jaar voor je werken, dan ben ik payu schuld. Als ik met je dochter wil trouwen, maar ik heb geen geld, ik kom een paar jaar voor je werken, dan ben ik payu schuld. En in Leviticus 25, vers 47 tot en met 55, lezen we die condities ervoor. Maar in die transatlantische slavernij, je wordt geboren in slavernij en je gaat dood in slavernij. Niemand kon je vrijkopen van die slavernij. En die slavernij heeft dus heel lang geduurd. En wat eigenlijk het meest fnuikende is, het witte christendom, wat ons geloof gestolen heeft, die heeft ons nooit geleerd om te begrijpen wat er in die Bijbel staat. Die heeft ons nooit wijs gemaakt dat wij de Bijbelse Israëlieten zijn. En als je erover nadenkt, dan kun je het wel begrijpen. Maar als je in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld Lucas 1 vers 68 leest, geloof zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht en heeft ons een hoorn des heils opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn er heilige profeten van oudsher. Dat is dat Oude Testament. Om ons te redden van onze vijanden. Wie zegt de Bijbel dat onze vijanden zijn? De mensen die ons zouden kopen als slaven en slavinnen. En uit de hand van allen die ons haten. Er is niet één volk op de wereld wat niet meegedaan heeft, wat niet geprofiteerd heeft van de transatlantische slavernij. Vers 72, om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken, de eed die hij zwoer aan Abraham, onze vader, dat hij ons zou geven, zonder vrezen, uit hand der vijanden verlost. En dat is de essentie, dat op het moment dat je gaat zien wat er gebeurd is met ons en waarom we in deze sama-sama blijven zitten, heeft ermee te maken dat we niet weten dat we ons aan de wet moeten houden. Want wij doen alsof we in Suriname en Nederland uniek zijn, maar dezelfde ellende hebben ze in Jamaica, hebben ze in Guyana. Alle landen waar de transatlantische slavernij is, hebben we dezelfde problemen. En wat we niet moeten vergeten, we hebben geen e-mail. Dat ik had dat eens zo doen dat we zijn in die stelsel. Of zijn we WhatsApp gaan Argentinië. Alle landen in de wereld hebben precies hetzelfde gedaan. Zonder dat die snelle communicatiemiddelen zijn die we nu hebben. Alleen om duidelijk te maken dat die witte mensen. Laat me netjes blijven. Laat me zo zeggen. Die witte mensen zijn niet zo geweldig om ons zo te onderdrukken. Nee, God heeft dat toegestaan. Net als hoe God in Egypte het hart van de farao had verhard, zodat hij steeds verder ging, zodat God steeds zwaardere straffen moest doen, om hem te laten zien van luister, mi bigi moro you. En hetzelfde is nu.
De Bijbel zegt, the earth is giving into the hand of the wicked. Als we kijken naar wat de Europeanen gedaan hebben, want ze noemen zich Amerikaan of Australiër of Nieuw-Zeelander of Zuid-Afrika. Het zijn allemaal Europeanen. Het zijn allemaal mensen die ons in die verschrikkelijke slavernij gebracht hebben, die op basis daarvan hun imperium hebben gebouwd. En wat willen ze ons nu leren? Ja, het is allang vergeet het maar. Het telt niet meer. Nou, dat trappen wij dus niet in. En we zien dus ontwikkelingen dat er in Nederland steeds meer, eerst de gemeente Amsterdam, toen de gemeente Rotterdam, toen de gemeente Utrecht en toen de Nederlandse Bank. En je ziet nou ook in Suriname mensen die ik zelf heel hoog achter, zoals Sandu Hira. Ik dacht altijd van, nou was stomatief mee. Maar die gaat lezingen houden over de immigratie en de transatlantische slavernij. Ik heb een reactie naar hem gestuurd, waarschijnlijk zijn we gebrouilleerd. Maar ik vind dat absoluut onverteerbaar om de immigratie gelijk te stellen aan wat gebeurd is aan de transatlantische slavernij. Te meer daar we weten dat de hele wereld, de Verenigde Naties, die voor 100 miljoen Indianen vermoorden, die voor de Eerste Wereldoorlog, een Tweede Wereldoorlog, een Holocaust, een bom op Hiroshima, die vonden ze niet eens zo erg als de misdaden tijdens de transatlantische slavernij. En daarom is het belangrijk dat wij begrijpen dat we eigenlijk noodzakelijk die transatlantische slavernij, die slavernij niet moeten koesteren, maar moeten herdenken om ervoor te zorgen dat we weten wie we zijn. Hoe het komt dat dit ons overkomen is. En veel belangrijker, wat gaan we eraan doen? Dat was mijn bijdrage. Het is al een paar minuten voor. Ik wil toch nog even wat tijd nemen. Als er vragen zijn dat mensen die kunnen stellen en dat we dan een paar minuten uitlopen, omdat ik denk van, als er vragen zijn, dan wil ik ze graag beantwoorden. Wie kan ik als eerste het woord geven? Niemand. Hè? Geen vragen, was het zo duidelijk? Voor mij is het heel duidelijk hoor. Ik heb het helemaal begrepen en ik begrijp 100% wat je zegt. Dank je wel. En ik vind het heel belangrijk dat er heel veel Surinamers nu gaan opstaan en hun eigen op zoek gaan naar hun eigen identiteit. Dank je wel. Okay, graag gedaan. Ik denk dat dat ook de reden is dat we het opnemen, want het komt op de website van het instituut met de teksten erbij, zodat we in ieder geval die discussie kunnen gaan aanzwengelen, want die discussie wordt ontkend. En ik denk dat het heel belangrijk is om te gaan zien dat de transatlantische slavernij is niet zomaar een ding. Het is niet zomaar een ding wat geweest is. We hebben 2 weken geleden in de BIEB hebben we de Willy Lynch letters behandeld. En die Willy Lynch letter die zien van, luister, die witte mensen hadden bedacht dat ze strategieën konden ontwikkelen die er zou zorgen dat we misschien wel 1000 jaar afhankelijk bleven van de witte mensen. En we zijn maar een paar 100 jaar verder. Dus het is belangrijk dat mensen gaan ontwaken. Ik zie Rachel opkomen. Heb je een reactie, Rachel? Je microfoon. Ja, misschien is het goed om vanaf deze afschaffing of herdenking van de afschaffing van de slavernij, want in feite vieren we het. Het wordt gevierd, die afschaffing van de slavernij. Maar in feite moeten we het herdenken, want onze voorouders hebben het ook niet gevierd toen ze vrij kwamen. En in feite kwamen ze niet vrij, ze moesten nog 10 jaren werken. Maar misschien zou het goed zijn om vanaf nu, weet je, de nadruk te leggen op de effecten van die slavernij. Want men staat er niet bij stil. De nazaten van de transatlantische slavernij staan niet erbij stil dat het een effect heeft op hun. Toch? Dat de slavernij heeft effect
op de nazaten van de transatlantische slavernij. En ik denk dat het goed is dat we stil blijven staan bij die effecten van die slavernij. Weet je, want dat houdt ons achter. Zolang we niet weten wat dat effect is, gaan we het effect ook niet kunnen verwijderen of zo. Dus misschien dat hiermee een accent verlegd kan worden van de herdenking, van de viering van die afschaffing naar de herdenking van die afschaffing en denken aan die effecten om dat te zoeken of te onderzoeken. Dat wilde ik even doen. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Dit is mijn zoveelste lezing over de transatlantische slavernij. En dit was specifiek om erop gericht om in die Bijbel aan te tonen wat dat is. Maar er zijn zoveel invalshoeken om te kijken hoe die vloeken uit de Bijbel hebben doorgewerkt naar wie we tot nu toe, wie we heden zijn. En het is heel belangrijk dat mensen zich gaan afvragen van, maar hoe kan het dan? Als je bijvoorbeeld realiseert dat na de Indianen en de witte man waren wij de derde groep in Suriname. En dan vraag je af van waar de derde groep is. Wat zijn onze winkels? Wat zijn onze financiële instelling? Wat hebben we bereikt? Niks. En waarom hebben we niks bereikt? Zijn we dommer? Nee, want het blijkt dat op het moment dat we iets gaan doen, dat we het wel kunnen. Maar we zitten onder die vloek. Iets waar ik ben geen natuur, ik geloof niet in Winti en dat soort dingen. Maar als een reclame in Suriname al jaren is, voor al uw cultureel plezier gaat u naar Mahabir, geeft aan hoe verknipt we zijn als volk. En daarom denk ik van, zeker de mensen die dit opnieuw luisteren, ik denk dat het heel belangrijk is dat het boek dat jij geschreven hebt, De Hebreeuwse Identiteit, dat mensen dat boek massaal kopen en geven het cadeau aan iemand. Want dat boek is een handvat om te gaan onderzoeken, om bronnen te vinden, om te onderzoeken wie we zijn geweest. We bestonden lang voor de transatlantische slavernij. Wij zijn niet ineens patsboom in de transatlantische slavernij gebracht. En veel mensen weten niet de structuren die zijn ingezet om ons te houden waar we zijn. En dat is dus een heel groot probleem. En daarom zijn dit soort dingen dus heel erg belangrijk. Dat wij gaan zien van, laten we een keer nou een stap op de plaats maken. En kijken van waar we staan, wat hebben we bereikt, wat zit ons dwars, hoe komen we verder. En ik ben 100% met je eens. De Bijbel zegt ook van, mijn volk gaat kapot door een gebrek aan kennis. Wij weten heel erg weinig. Wij weten heel erg weinig. En als iemand ons iets vertelt en het klopt niet, dan, nee hoor, ik hou van iedereen. Ik hou van, zwarte mensen zijn de enige mensen die van iedereen houden. Maar iedereen houdt eerst van zichzelf. Je moet nagaan wat het betekent als dadelijk de Hindustan een deal gaat sluiten met Nederland over, Ik ben geen reparatiefan, maar over reparatie voor de transatlantische slavernij. Dat zijn twee top. We moeten daar met alles wat we hebben, moeten we daar in verzet tegenkomen. Want als je dat ding even bekijkt, die immigranten die kwamen hier, en dat doordat die immigranten kwamen, konden ze die negers op straat trappen zonder inkomen, zonder huis, die hadden niks. Maar die immigranten konden met safsaffing. Want ze konden niet het werk leveren dat wij leverden in slavernij. Maar dus we moeten met alles wat we hebben, moeten we voorkomen dat andere volken zich gaan associëren met de transatlantische slavernij. Want dat kan absoluut niet. Kijk, ik word bijna heftig. Zijn er nog andere vragen? Hallo mensen. Dit is uw kans, Brian. Goeiedag allemaal. Goeiedag. Nou, ik zal je vertellen, ik ben Afrikaan. Ja? En mijn Nederlands is niet 100%. Geen idee. Ik kan me wel drukken. En, Van welk land uit Afrika bent u? Ik kom uit Zimbabwe. Oh, oké. Okay. En wat ik zo raar vind is dat jullie weten niet wie je zijn. Pardon?
jullie identiteit. Jullie zijn die Hebreeuwen. En grotendeels van jullie volk weten dat niet. De organisator van deze lezing gaat over Israëlische Hebreeuws. Wij weten wie we zijn. Wij weten dat wij Gods volk zijn. Het gros van onze mensen weet dat niet, ben ik met je eens. Een heel groot gedeelte van onze mensen zit gevangen in het witte christendom. Maar ik denk niet dat het geldt voor de mensen die hier aanwezig zijn. Ja, dat begrijp ik. Ja. En dit is belangrijk dat de boodschap het gewoon onder de mensen gebracht worden. En dat is ons streven. Maar ben jij een Israëliet of niet? Nou, ik ben gewoon. Ik heb een roeping gehad van Yahuwah, onze vader. Een jaar of 18 geleden. En die liet mij zien dat er iets niet klopt. En het begon bij de Sabbat. Waarom houden de christendom de Sabbat niet? Terwijl het een gebod is. En dit is waar mijn, mijn journey started. Weet je? Dit is waar het allemaal al is begonnen. En toen kwam ik achter dat jullie zijn het volk. Hoe moet ik hierop reageren? Ik denk dat wij komen allemaal uit het christendom. En we hebben allemaal, zijn we heel lang christen geweest. En het heeft geduurd tot, 1960... voordat iemand een keer ging zien van wat staat er nou precies in die Bijbel. Er zijn al geschriften van rond 1800 die zeggen dat wij de Israëlieten zijn. Maar we hebben geen toegang tot de media. Dus die boodschap werd nooit verspreid. Laat me een voorbeeld geven. De afschaffing van de slavernij in Amerika, het grootste land met slaven. De afschaffing van de slavernij in Amerika, Juneteenth, is pas in 2020 is dat een nationale dag geworden. En wat schetst de verbazing? Trump zegt dat het door hem komt dat die zwarten weten dat toen de slavernij is afgeschaft. En waarom? Omdat het niet op het nieuws kwam. Dus omdat het niet op het nieuws kwam, wisten veel witte mensen het niet. Dus werd het niet gevierd. En op het moment dat het op het nieuws komt, zegt Trump dus, hij is degene die ervoor gezorgd heeft dat de afschaffing van de slavernij in Amerika op de kaart staat. Zo onzinnig denken onze mensen. Maar dat geeft ook aan wat de kracht van de media is. De kracht van de media is dat ze ons doodzwijgen, maar we zijn niet te stoppen. Ik zeg altijd van, van alle dingen die ontdekt zijn, heeft de witte man het meest hekel aan internet. Want met internet kan hij zijn leugens kan hij niet meer volhouden. Omdat er allerlei manieren zijn om die leugens te ontrafelen en dat te delen met anderen. Dus ik ben met je eens, heel veel van onze mensen weten het niet. En wat zo fnuikend is, heel veel van onze mensen willen het niet weten. Maar langzaam aan groeit het besef wie we zijn en wat we moeten doen. En wat we moeten doen is ons aan de wet houden om te zorgen dat God, net als hoe hij ons gered heeft in Egypte, of van die 6 andere ballingschappen waarin we zijn geweest, dat de profetie in Jesaja en de profetie in Openbaring, dat manifest wordt. En dat is onze missie en daar zijn we mee bezig. Halleluja. Oké, dankjewel. Zijn er nog andere vragen? Oké, hoe laat is het? Het is al 6:10. Dan ga ik deze bijeenkomst beëindigen. Ik dank iedereen voor zijn aanwezigheid. Ik wil ook nog dit zeggen. Ga naar de website en sponsor dit initiatief. Het is belangrijk dat mensen een donatie doen om te zorgen dat er meer dingen gedaan kan worden. Als we willen boeken bijvoorbeeld willen kopen, er zijn heel veel boeken over ons zwart zijn
in het begin van de 1900s. Maar die dingen kosten $1000, $2000. We kunnen die dingen niet kopen. En dat komt, wij hebben niks geschreven. Die witte man die dat geschreven heeft, die dingen hebben jarenlang op de plank gelegen. Maar nu is er een revival. Nu is er een behoefte. Nu is er een drang om dat te kopen. En ineens gaan die dingen sky high. En het is belangrijk dat wij blijven investeren. Dat wij blijven promoten. Dat ik wil zeggen, bijna blijven profiteren wie we zijn. En dat we gaan zorgen dat we op een of andere manier een modus vinden om te leven zoals onze vader dat wil. En dan weten wij dat de magere jaren, die zijn dan achter de rug. Ik dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid. Ik wens jullie nog een fijne sabbat. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Groetjes. Dank je wel. Shalom. Hallo.